Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten. Straks praten we met Camiel Gullekers. Hij is de fractievoorzitter van de PvdA 2.0 hier in Tiel. Laten we het zomaar even omschrijven. Maar we beginnen hier met een oud-gediende in de raad. Althans, in de raad in politiek Tiel. En dat is Jan de Wild, voormalig zeg maar, oprichter van Sociaal Tiel. Hè? Dat is correct. Eén van de oprichters. Een van de oprichters. Ja. Daarvoor bij ProTiel altijd aan de slag geweest, met name op het sociale domein. Sociaal-economische domein heb ik bij ProTiel waardevol werk verricht. Nou, daar was je niet tevreden over hoe dat destijds ging bij ProTiel. Vandaar dat jij dus nu, zeg maar 5 jaar geleden, de gedachte had om een nieuwe partij op te richten. Dat werd Sociaal Tiel, maar het heeft niet gebracht als wat jij gehoopt had. Nee, ik had daar hele andere verwachtingen van. Binnen de kortst mogelijke keren waren er mensen die er geen zin meer in hadden. En waar kwam dat door? Waar kwam dat door? Ik denk misschien ook wel door de werkdruk. Maar dat ze niet hebben onderkend wat de werkzaamheden zouden zijn als commissielid en raadslid zijnde. En daar heb ik voldoende tijdens de voorbesprekingen over gesproken met mensen van Sociaal Tiel. Dus de strijdmakers die je nodig had om, om de strijd aan te gaan, laten we zomaar even zeggen. Nou, ik wil het geen strijd noemen. Het is werken aan een goede samenleving. Maar die lieten jou vrij snel in de steek. Mag ik het zo omschrijven? In de steek gelaten? Mm-hmm. Ja, dat is het nog zachtjes uitgedrukt. Ja, hoe moet ik het dan uitdrukken? Nou, ik heb daarna in principe tropenjaren gehad. Achter de schermen heel veel gedaan om zeg maar, het politieke proces dus, zoals dat loopt te laten lopen zoals het hoorde te lopen. Ja. Wat heb je dan, even voor de kijker, wat heb je dan allemaal gedaan? Want in de raad hebben we jou niet gezien. Ik heb achter de schermen heel veel met de echte bestuurders onderhandeld in Tiel. En de coaching gedaan van commissieleden zoveel mogelijk. Namens Sociaal Tiel in de een van de commissies zat. En het enige raadslid wat er was, eerst Evert van IJzendoorn en daarna mevrouw Zonneveld. Leontien Zonneveld, ja. Ja. En het heeft niet gebracht van wat jij gehoopt had? Nee, het eindresultaat ben ik niet tevreden over. En ik ben tot de schrikbarende ontdekking gekomen dat mensen wel bereid zijn om wat te doen voor de samenleving, maar niet structureel iets van een jaar of 5, 6 aan te pakken als vrijwilliger. Ja, projectmatig, dat willen ze allemaal. Daar leg je ook wel het een en ander bloot, hè? Want er wordt wel afgegeven op raadsleden en op zo'n gemeente. Maar ga er maar aan staan, hè? Het is aardig wat werk. Ja, veel maar ik heb net toch verteld dat ik de laatste 4 jaar tropenjaren heb gehad. En ik weet wat tropenjaren zijn, want ik heb lang genoeg bij de marine gezeten en uitgezonden geweest. In de troop. Ook nog. Ja, daar hebben we het ooit al eens een keer over gehad. Wat dat betreft een heel bewogen leven tot nu toe. 83 jaar jong. Nou ben ik heel benieuwd. Wat gaat meneer De Wild doen? Wat gaat meneer De Wild doen? Aan zijn passie werken. Want die gaat niet achter de geranium zitten. Of de passie nee, moet geranium nee, nee, zijn. Nee, ik zou leeftijdsgenoten aan willen zetten om toch wat meer buitenshuis activiteiten te gaan ontplooien. Ga eens een keer naar een oudere middag, naar rummikuppen of klaverjassen of dergelijke soort spelletjes. Maar ben jij verloren voor de Tielse politiek? Ik geloof er niks van. Nee, ik ga niet stoppen met de Tielse politiek. Ik heb me bewust niet op een lijst gezet. Dan kennen ze me niet strikken om in een of andere commissie te gaan zitten, want dat wil ik niet meer. Dan krijg je ook een probleem met je vrouw, hè? Ik ga wel bij mijn oude liefde. Als fractiegenoot in de steunfractie zitten en wel voor de politieke groepering ProTiel. Maar daar ben jij met onvrede weggegaan destijds. Ik ben er inderdaad met onvrede weggegaan. Waarom was dat? Waarom was dat? Daar hebben we het al in 2014 over gehad, zover ik weet. Ja, maar mensen die dat niet weten, kun je daar eventjes grof vertellen zonder de details? Voelde me daar niet meer goed functioneren. De fractiediscipline was van een zodanige aard dat ik dat als mens niet kon verwerken. En dat Want is als je tot andere inzichten kwam tijdens een vergadering, een commissievergadering, mm-hmm.
Dat je dus dacht van, nou ja, dat hebben we in de fractie niet goed aangepakt. En je kwam op die gedachte en je stemde mee met degene die je op andere gedachten had gebracht. Dan vonden ze dus, waren ze van oordeel dat ik niet goed functioneerde. Maar die plooien die zijn gladgestreken, begrijp ik. Ja. En je gaat weer het een en ander doen bij ProTiel. Ik ga daar de fractievergaderingen bij wonen in de zogenaamde steunfractie. En dat kennen ze ook bij de landelijke partijen, steunfractie. Ja, ja, ja. Steunfractieleden. Van als er een onderwerp op de sociale economische agenda staat, dan zullen ze me hopelijk roepen, maar ik weet het haast wel zeker. Maar je moet met mij niet beginnen met de openbare, met de ruimte in Tiel, want dat is niet mijn ding. Een sociale plaatje, dat is waar dat je hard van ding, maakt. Ja. En blijf hard maken. Ja. Jan, als we nou eens terugkijken, want je loopt al aardig wat jaren mee. Wat zijn nou de verschillen die jou op zijn gevallen? Ten opzichte van toen en nu? Hebben we het nou over de algemene... Ja. De werkdruk is veel groter geworden. Het is onbegrijpelijk wat het werk, wat over de schutting vanuit Den Haag naar de gemeenteraadsleden komt. Daar heb je slapeloze nachten van. En thuis hoorde ik regelmatig van, ben je wel thuis? Ja, lijfelijk was ik thuis, maar lichaam of geestelijk niet. Want dan zat ik in de stukken gedoken en dan moest je iets op verzinnen. En als je dan ook nog een klompenschooltje in Achterhoek hebt gevolgd, dan moet je ook nog een woordenboek erbij pakken om je op de hoogte te stellen wat er precies bedoeld wordt. Dus regel en werk. Wat ik mis, dat is de echte ouderwetse volksvertegenwoordigers. Daar moeten er meer van komen in de gemeenten. Die weten wat er leeft bij de mensen. Maar dan vind jij zo'n ontwikkeling dat de PVDB een hele grote partij is geworden in Tiel, vind jij een goeie? Dat vind ik een goeie, ja. Dus een lokale partij? Als ze het waar kunnen maken wat in hun verkiezingsprogramma staat, dan krijgen ze misschien ooit mijn stem wel. Maar dan zullen ze toch eerst dingen waar moeten maken. Moet ze eerst laten zien natuurlijk, maar die kans die komt er ook. En wat nog meer? Wat nog meer? Ja, stenen stapelen, dat is prima. Daar bedoel jij mee bouwen van bijvoorbeeld de Westluidersupport? De Westluidersupport, de Zandwijksupport, de Burensupport en allerlei dingen meer. Maar zorg er wel voor dat de mensen die tussen die stenen moeten leven goed in hun vel zitten. Op sociaal-economisch gebied en dan bedoel ik de gezinshulp, de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning. Ja, ik verken ik nog de schuldhulpverlening. En de bijstand, en vooral ook de bijzondere bijstand. Is dat in Tiel niet op orde? Vindt u dat? Dat zou in mijn optiek anders kunnen. En daarom blijft u zich inzetten voor op de sociaal-economische agenda, ja. Oké. Tot slot, Jan. Ik ga je natuurlijk nog wel eens een keer uitnodigen om het een en ander toe te lichten. Maar even het bruggetje maken. Je blijft ook actief, hè, voor met name die ouderen en het sociale aspect. Wat concreet nu gaande is, is de belastingformulieren die ingevuld moeten worden. Ja, ja. Speciaal ook voor ouderen die dat moeilijk vinden. Dat doe ik al 18 jaar. En vrijwillige ouderadvisering, dat zit ik nu in mijn 20ste jaar dat ik dat doe als vrijwilliger. Ik ben natuurlijk wel een bofkont geweest. Hè? Ik was 50 jaar. Toen moest ik met pensioen. Mm-hmm. Ja? Bij Defensie. En dan val je in een groot gat. En ik heb mijn kennis vergaard dankzij opleidingen en cursussen bij de ouderenbonden. En ik vind het nog heerlijk om te doen ook. Want achter de geranium zitten, dat is niks voor mij. Concreet? Belastingformulieren invullen en dat kan momenteel nog tot 1 mei. En de twee ouderenbonden die in Tiel nog aanwezig zijn, dat is de Katholieke Bond van Ouderen en de Protestants-Christelijke Bond van Ouderen. Die hebben 5 mensen die zich daar vrijwilligers die zich dat vrijwillig doen. En tot 1 mei hebben de mensen de kans die een klein pensioentje hebben met een AOW, dat die geholpen worden met het invullen van hun belastingformulieren. En ik zou die groep aan willen raden om dat elk jaar zoveel mogelijk te doen in verband met hun huurtoeslag en zorgtoeslag. Want die verzamelinkomens, die we kunnen nog wel eens wisselen. En de zorgtoeslag is
weer afhankelijk van het verzamelinkomen, maar de huurtoeslag heeft ook te maken met het spaarbankboekje wat de mensen hebben. Oftewel, Jan bellen en het komt goed. Ze mogen mij bellen, alleen ik zit al vol tot 1 mei. Maar ik heb nog... Dan is het Jan niet bellen, maar iemand anders? Nee, ze mogen mij bellen. Oké. Okay. En dan verwijs ik ze door wel naar een collega van de andere vier wie dat genegen is om te doen. Concreet, bij wie moeten ze zijn? Dus bij jou, maar jou bellen. We hebben een telefoonnummer nodig. Maar, dat is 0344-617780. Ik herhaal de laatste 6. 617780. Jan, hartstikke leuk dat je hier te gast wilde zijn. En natuurlijk gaan we elkaar weer treffen in de toekomst. Daarvoor ben je veel te sociaal actief hier in Tiel. Ja, ja. En als er wat aan de orde is, wat voor de oudere mens belangrijk kan zijn, hoop ik dat de oudere bonden ook eens een keer geïnterviewd kunnen worden. Geen enkel probleem, daar kun je ons aan houden. De volgende gast in deze aflevering van het Koetshuis is Camiel Gullekers. Hij is de fractievoorzitter van de PvdA hier in Tiel. Soms word je wel eens verwisseld als zijnde de fractievoorzitter van het CDA. Ja, dat kwam door het groene bloesje wat ik expres had aangetrokken. Je moet soms een beetje vals spelen om voorop te komen. We duiden op een optreden van jou en nog een aantal Tielse kopstukken als het gaat om de Tielse politiek in een tv-programma. Hè? Wat gebeurde daar precies? Er was bij NPO 1 een programma dat heet De Quiz met Paul de Leeuw. En er was minister Hugo de Jong, volgens mij, die moest in een van de spelletjes... Dat is die minister met die schoenen, zullen we maar zeggen. Precies, ja, precies, minister met de schoenen. Die moesten de lijst trekken van het CDA in 3 gemeenten aanwijzen. Een van de gemeenten was Tiel. En als ze de goede aanwees, zullen we zeggen, dan mocht die persoon die lijst trekken, een verhaaltje houden. Maar ja, kies je de verkeerde, dan mocht die andere dat doen. Dus op zich viel het voor mij goed uit. En jij werd eruit gepikt als CDA-man. Ja. Ja. Maar goed, dat terzijde. De verkiezingen die zijn geweest, hoe kijk je terug op de periode die geweest is? Nou, voor de verkiezingen heel veel energie, heel veel passie, heel veel mooie dingen meegemaakt. Verkiezingsavond, ja, daar hoeven we niet lang over stil te staan. Die zin, dat was natuurlijk toch best wel een teleurstelling. Ik bedoel, van 5 naar 3, dat is jammer. Je hebt gewoon minder mensen om nu mee te werken in de raad. Maar je gaf het zelf ook al aan, hè? Het landelijke sentiment speelt natuurlijk mee. Het landelijke speelde mee, we hebben beter gedaan dan landelijk. Maar goed, we gaan verder met wat we hebben en we zullen nog steeds het geluid laten horen. Ja, we gaan verder met wat we hebben. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat is het niet, hè? Nee, daarom zeg ik. Het is nogmaals, het is even zuur, maar we zijn er en we hebben nog altijd goede mensen. En nogmaals, we gaan ervoor. Als je de uitslag wilt duiden, doe dat eens. Uitslag wilt duiden, ja. Wat ik zeg, het is echt een landelijke tendens dat PvdA in ieder geval de klappen krijgt momenteel. En ook andere landelijke partijen. Je ziet ook echt wel een soort kentering van tot de mensen zich afkeren van de politiek. Ja, maar goed, D66 heeft verloren, maar nou, van het veel valt het best wel mee. CDA wel. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, het CDA op zich natuurlijk, qua stemmen viel dat ook wel mee. Alleen voor hun scheelde meteen een zetel. D66 heeft ook een zetel in moeten leveren. Ja, en wij wat meer. Maar nogmaals, dat is ook wat je landelijk ziet. We hebben jou leren kennen als een sympathieke, slimme kerel. Jij hebt natuurlijk best wel nagedacht, waar moet dat nou naartoe met die sociaaldemocraten ook in Tiel? Mm-hmm. Er zijn allerlei sentimenten. Je zegt zelf, nou, we moeten die identiteit opnieuw oppakken. Na de periode van nu, zullen we maar zeggen. In Denemarken, daar speelt het dan in het een en ander. En nou leg het zelf eens even uit. Want daar gaat de sociaaldemocratie hartstikke goed, hè? Wat je daar ziet is inderdaad dat ze een soort nieuwe koers hebben gekozen door de grenzen willen ze dicht gaan doen voor alle vluchtelingen. Dus laat eigenlijk voor Nederlandse begrip een heel rechts geluid horen. Ja, het is echt een ruk naar rechts in die zin. Nog zwaarder dan Wilders, zullen we maar zeggen. Nou nee, dat niet, want bij Wilders merk je dat het echt puur zich focust op de islam. En ja, als je een christen uit het buitenland bent, dan ben je welkom volgens mij bij Wilders, alleen dat is echt islam. En in Denemarken is het gewoon iedereen die niet Deens is. Mm-hmm. Dus daar zijn ze wat dat betreft op een andere toer. Alleen ja goed, hun denktrand is eigenlijk van als we iedereen buiten de deur houden, kunnen we zorgen voor onze eigen zwakkeren.
Ja, ik vind er wel wat van. Je hebt daar ook een filmpje van gevonden op internet. En daar gaan we nu even naar kijken. Vrouwen, kinderen, oude mensen, oké. Maar die jongens van jouw leeftijd, die moeten dadelijk de hond helpen. Waarom? Omdat er de grootste criminelen tussen zitten. Straks pakken ze onze banen in. Ik heb een jongen thuis, mijn zoon, mijn pleegzoon. Die is 21, die wil dolgraag werken, die krijgt geen werk. En hun krijgen over 4 maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig? Maar wie zegt dat zij over 4 maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. Dikke BMW! Geert! Nou Camille, dat legt eigenlijk best wel veel bloot. Hè? En hoe kwam jij bij dit filmpje terecht? Ik was een tijd geleden bij een show, zal ik het maar noemen. Een theatershow van Joris Luijendijk. Dat is een antropoloog en een journalist. Die heeft heel lang in Midden-Oosten gezeten en dat soort dingen. En die kwam eigenlijk met dit filmpje voor de zaal. En de zaal was redelijk gevuld met hoger opgeleide mensen. En die hele zaal ging plat. Iedereen begon te lachen. Een dom racistisch mens, hè. Ik bedoel, het was helemaal compleet. Zullen we het even een beetje bij naam noemen? Wat een tokkie, idee. Ja, dat gevoel kwam meteen bij iedereen boven. En Joris zei op een gegeven moment door de microfoon van, nou, precies deze lach, dat is het probleem. En het werd doodstil in die zaal. Hij zegt van, deze mevrouw, die is in een rolstoel, ze is afgekeurd, die zal waarschijnlijk op de bijstand zitten, niet verarmd zijn. Ze zal geen hoge opleiding hebben als je ziet hoe ze zich kleedt en hoe ze praat. Ze heeft een pleegzoon in huis. Nou, dat betekent wel dat ze echt sociaal is. Ze heeft ook iemand opgenomen in haar gezin om te verzorgen. Die pleegzoon heeft heel weinig kansen op de arbeidsmarkt. Want die zal naar alle waarschijnlijkheid ook een lage opleiding hebben. En vervolgens heeft ze gelijk dat inderdaad de vluchtelingen vaak wel de eerste concurrent zijn voor laag opgeleide mensen. Het duurt pas generaties meestal voordat ze concurrent worden van de hoger opgeleide. En ja, wat voor signaal geeft dan af als of hoogopgeleide, zal ik zeggen, dat het begint te lachen voor iemand die gewoon echt oprecht vanuit haar hart haar angst uitspreekt. Van jongens, ik zit klem. Mijn zoon komt niet aan het werk. We hebben geen opleiding. Waar moet ik naartoe? Wat kan ik? Dat heeft helemaal niks met racisme te maken. Dat gaat gewoon over verdringing. Dat gaat over angst en dat gaat over het niet meer regie hebben over je eigen leven. Maar nu even de vertaalslag naar de PvdA en Tiel. Mm-hmm. Hoe wil je dat toe gaan passen in de praktijk? Nou, dat zeg is die gedachte, hè? Ja, het klinkt misschien een beetje heel flauw en plat, maar het is echt gewoon het meer luisteren, het beter luisteren, maar ook echt het vertalend luisteren. Dus je kunt wel luisteren en zeggen van, ja, stomme opmerking, kan er niks mee. Maar waarom zegt zo'n persoon dat? Wat is de achterliggende gedachte? Mm-hmm. En wat kun je daaraan doen? En dat, ja, nogmaals, we hebben het hier en daar de laatste tijd veel gehad over stenen stapelen en we vergeten de mens. Kijk, zonder stenen kun je niet wonen, zonder stenen kun je niet recreëren, je hebt stenen nodig. Alleen wat we inderdaad echt wel, zeker de komende periode, wel meer moeten gaan doen, is toch iets minder stenen gaan stapelen en weer gaan investeren in de mens, in de menselijke maat. Ja, mooi gezegd. Als we even breed trekken, hè? We kijken naar de multiculturele samenleving waar jarenlang de mond van overliep, van dat het allemaal zo fantastisch was. Je kunt stellen dat die gedeeltelijk mislukt is. En als je dan de vinger op de zere plek wil leggen, hè, van waardoor komt nou die mislukking? Ligt dat misschien aan die autochtone Nederlander? Nee, ik denk dat dat... Het is te makkelijk. Ja, dat is te makkelijk. Het is sowieso wat twee vechten hebben, twee schulden. Laat ik daarmee beginnen. Nee, wat volgens mij is het echt gewoon een heel groot debakel van miscommunicatie. In de zin van, bij links mag je heel vaak niet praten over de vluchteling of de buitenlander of de... Want dat is, ja, dat riekt meteen naar racisme, weet ik wat. En daarom kun je natuurlijk ook heel veel problemen onder de mat vegen. En vervolgens wordt vanaf de andere kant weer geroepen dat alles aan de islam ligt en alles aan de... Wat natuurlijk ook Jerijnse kolder is. Ja, goed, daarmee sla je juist de discussie dood. Dan zeg jij van, nou, dan moeten we gaan communiceren, maar... Dat is nog een lastig verhaal. Zo van, laten we gaan communiceren. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is een lastig verhaal. Maar dat is wel het belangrijkste en het enige. Ik bedoel, de samenleving is niet anders dan volgens mij dan een heel groot huwelijk. Alles gaat dood als je niet praat met elkaar. Zo plat is het. En soms moet je ruzie hebben om ook een stapje verder te kunnen. Maar ruzie met respect, dat is wel denk ik van hetgeen wat van belang is. Praten en luisteren. Ja. Dat is het verhaal. Ja. En dat geluid... En ook nadenken tussendoor. Dat, ja, dat, ja. Relatief belangrijk. Ja. En dat geluid ga je laten horen. Ja. Nou, ben ik heel benieuwd hoe jullie dat gaan doen, hoe jullie dat vorm gaan geven. En het zou natuurlijk mooi zijn als je dat in de toekomst regelmatig naar school toe komt lichten. Interessant om te volgen. Ja, hartstikke mooi. Je hebt mijn nummer. Nou, dan zullen we dat zeker gaan bellen. Hartstikke mooi. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.